vriendschapswensen of de mooie oude postkaarten met plechtige groeten. In Turnhout kan je vanaf zondag naar een overzichtstentoonstelling over hoe mensen vriendschap vroeger en nu beleven. De expo bevat ook een uitgebreid luik over vriendschappen tussen bekende Kempenaars en over jumelages tussen gemeenten. Eén ding staat vast, er is een groot verschil tussen die kaartjes van toen en het sociaal netwerk Facebook van nu. Dit soort plechtige postkaartjes met boodschappen als uit Oud-Turnhout zend ik u deze bloemen, stuurden vrienden vroeger regelmatig naar. Een groot verschil met hoe jongeren de dag van vandaag communiceren. De tentoonstelling van poëzieboek tot Facebook geeft een overzicht van hoe mensen en gemeenten vriendschap uiten doorheen de tijd. We willen eigenlijk duidelijk maken hoe mensen vroeger en nu vriendschap beleefden. Bijvoorbeeld vroeger vulden ze altijd een poëziealbum in. Tegenwoordig, de moderne vorm is Facebook. Bijvoorbeeld ook de jumelages met andere gemeentes worden uitvoerig belicht. Of ook opmerkelijke vriendschappen tussen Kempenaars, bekende Kempenaars vroeger en nu. Of ook gezelschapsspellen die vroeger gespeeld werden, zoals het ganzenbord. Al het materiaal voor de tentoonstelling komt van de heemkringen van de gemeentes Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar, het stadsarchief of uit privécollecties. Naast de werken loopt er ook een videomontage waarin senioren en jongeren over vriendschap vertellen. Daaruit blijkt dat jongeren vroeger vaker op pad gingen in de natuur rond de kerktoren om zich te amuseren. Nu zit de jeugd meer binnen en ontdekt van achter de computer de wereld. En ook het taalgebruik is anders. Er is duidelijk een evolutie in het taalgebruik bijvoorbeeld. Vroeger was het taalgebruik veel formeler en veel beleefder, terwijl mensen nu veel informeler met elkaar omgaan. Vroeger werden er ook veel meer brieven en postkaarten geschreven. Tegenwoordig is het veel meer sms'en, chatten, mailen enzovoort. Dat is al een belangrijk verschil. De tentoonstelling is een initiatief van de erfgoedcel Noorderkempen en loopt tot zondag 24 mei in het oude stadhuis aan de Grote Markt in Turnhout. Daarmee zijn